Welkom bij een nieuwe video van My Energy, waarin we dieper ingaan op de mogelijkheden om je auto zo goedkoop mogelijk op te laden met dynamische tarieven. Open hiervoor de My Account pagina via myaccount.myenergy.com. Log in met dezelfde gegevens die je op de app hebt gebruikt. Zorg ervoor dat je accountgegevens zo compleet mogelijk zijn ingevuld en vergeet niet je auto toe te voegen. Druk op Account en kies Vehicles. Druk nu op de plus en voer je autogegevens in. Dit kun je voor meerdere voertuigen doen. Druk hierna op Save Changes. Ga naar Location Settings door op Locations te drukken en druk op Edit Details. Vul hier je adresgegevens in en selecteer jouw energieleverancier. Selecteer bij Energy Tariff, Flexible Tariff NL en druk nu op Save Location. Nu zie je links in het menu het kopje Tariff verschijnen. Hier kun je de dynamische tarieven van gisteren, vandaag en na 2 uur 's middags ook van morgen zien. Bij Schedules kun je een schema naar wens instellen. Nu is het belangrijk dat wanneer je thuiskomt het laadstation op de Eco Plus stand wordt ingesteld. Zolang er nog overschotstroom is vanuit je zonnepanelen, zal er worden geladen op groene energie. Daarna zal Zappi automatisch de rest laden op de meest gunstige tarieven.